Hey, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op kellycressen.nl. Nou, als eerst mijn stem. Die is echt dramatisch eigenlijk. Ik ben heel erg verkouden en heel erg toesten. Ik ben op het moment dat deze online komt, dus eigenlijk voor mij morgen. Maar voor jullie vandaag ben ik 35 weken zwanger. Dus de laatste loodjes gaan nu in. De laatste paar weken. Ik ben een week verder als ik ooit ben geweest van Lana. Dus voor mij is dat een hele mijlpaal. En voor mij is het nu een soort van nieuwe wereld waar ik nooit in heb gezeten. Ik merk nu dus echt... Ja, dat lichamelijk een stuk zwaarder wordt. En ik heb nu natuurlijk al eentje rondlopen, Lana. Dus ja, dat maakt het wel echt een stuk pittiger. Dus lichamelijk ja, is het gewoon even wat zwaarder. En ik ben heel kortademig, zoals je wel kunt horen. En heel hard hoesten en ik slaap heel slecht. Dus dat is even, ja, gewoon niet leuk. Maar dat is helemaal niet erg. Ik ben heel blij dat we die 34 weken voorbij zijn. Dat ik nu 35 weken ben. En iedere dag die er nu bij komt is gewoon een cadeautje. Dus wat dat betreft hoor je me niet klagen en ben ik heel erg blij. Maar ja, mijn lichaam zit wel echt een beetje in de weg. En dat heeft bij mij ook wel mede te maken door mijn diabetes. Ja, wordt allemaal wat zwaarder. En dat komt eigenlijk doordat ja, hoe verder je in de zwangerschap komt. Dat geldt voor iedere zwangere eigenlijk. Wordt je alvleesklier of wordt je lichaam minder vatbaar voor de insuline eigenlijk die je alvleesklier aanmaakt. In mijn geval de insuline die ik toedien, dan word je een beetje insulineresistent. En dat zorgt ook voor dat je na het eten wat sneller moe bent en dat soort dingen. En in mijn geval betekent dat dus dat ik veel meer insuline gebruik. En dat is, ja, insuline is natuurlijk niet slecht voor je, dat is een lichaams eigen stof. Maar het is wel heel vermoeiend als je daar heel veel van moet gebruiken voor hetzelfde effect. Dat hoort erbij, dat wist ik van tevoren en dat is gewoon wat bij mij hoort. Hoe het verder gaat... Eigenlijk wel goed. Met de baby gaat het goed. Lekker bewegelijk. Ze ligt mooi omlaag. En vorige week heeft de gynaecoloog weer even gevoeld. En gekeken. En zag ze dat ze al echt voor de uitgang ligt. Om het zo te zeggen. Ze ligt nog niet vast met haar koppie. Tenminste vorige week nog niet. Maar ze ligt al wel met haar hoofdje voor het bekken. Dus dat betekent dat ze al getting ready for landing is. En dat zegt nog niks hoor. Dat zegt niks over wanneer ze dan geboren wordt. Maar dat zegt wel dat ze waarschijnlijk niet meer omdraait. En dat ze gewoon in de goede houding ligt. En dat de kans op een natuurlijke bevalling heel hoog is. En dat is natuurlijk waar ik heel erg op hoop. Dus dat is allemaal heel gunstig. Ja, ik heb ook een veel grotere buik als ik ooit had bij Lana. Dus dat is gewoon echt een heel stuk zwaarder. Ja, ik voel me echt een soort van... In de avond voel ik me echt een soort van wandelende olifant. En waggel ik rond. En ja, kom ik soms op een gegeven moment niet meer omhoog. En ik merk dat langlopen niet meer lukt. En ik moet gewoon eigenlijk bijna iedere middag wel even slapen om weer bij te komen. Vooral omdat de nachten gewoon niet zo goed zijn. Ik heb allerlei voorlichtingen gehad over bevallen in het ziekenhuis. En dat is ook wel fijn om daar het een en ander over te horen. En dan is het gewoon wachten wanneer ze zegt, hey, we komen eraan. En ik ben zelf geboren bij 36 weken. Mijn moeder is bij 36 weken bevallen van mij en bij 35 weken van mijn broer. En dat is in principe helemaal niet erfelijk. De gynaecoloog zegt ook niet dat dat erfelijk is of zo. Maar zelf denk ik, goh, misschien is dat wel erfelijk. En zou ze zo binnen een paar weken kunnen zijn? Maar dat weet ik niet. Ik hoop dat ik binnenkort weer een video opneem met de 7 of 38 weken update. En ja, dat we dan gewoon lekker verder kletsen en op die manier uiteindelijk tot de 40 komen. Ik ga bijna met zwangerschapsverlof. Super fijn natuurlijk, ben ik ook echt wel aan toe. Omdat ik de afgelopen maanden waren achter de schermen heel erg druk. Dat zien jullie dan niet zo. Goed ook hoor, maar achter de schermen veel leuke opdrachten en campagnes gedaan. En druk bezig met vooruitwerken om uiteindelijk met verlof te kunnen. Dus ik heb echt dubbel of driedubbel werk gedaan dan normaal. Om dadelijk lekker met mijn benen omhoog te kunnen. En daar ben ik dan ook wel een beetje aan toe. In principe staan alle artikelen klaar. Maar iedere week zal ik een foto diary delen. Wel gewoon updates. Zodra ze geboren wordt, zien jullie het op social media. En dan zal er op een gegeven moment, wanneer ik daar aan toe ben, wel een artikel over online komen. En iedere week staat er gewoon nog een video online. De komende tijd. Dus dat is wel fijn voor jullie om te weten. Oeh, mijn stem. Volgens mij klink ik echt als een of ander... Ja. Maar ja, goed. Ik kan niet anders. Ik ga jullie gewoon lekker de buik laten zien. En die is lekker groot. Dus let's have a look. Dit is hem van zij. Ik ga hem zo bloot maken hoor. Maar dit is even met kleding aan. Dit is de zijkant. Ze zit nog redelijk hoog zoals jullie zien. Ze is al iets meer gezakt, maar ze zit nog heel hoog. Dan bloot. Nou, weer die blauwe plekken die ik heb. Dus die strepen die je een beetje ziet, dat is eigenlijk alleen maar blauwe plek. Door de diabetes, door het spuiten van insuline. Het is natuurlijk binnen een paar dagen weer... Hier staat mijn insulinepomp. Zo ziet de buik eruit bij 35 weken zwangerschap. Ik ben heel benieuwd tot hoever
ik iedere week of iedere keer jullie kan updaten. Sowieso in artikelen, maar ook in video's. Hoe het gaat vorderen, ik kan me niet voorstellen dat hij nog groter wordt. Want nou, voor mijn gevoel loop ik echt al huge rond, zeg maar. En wat een chaotische video dit. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Dit is dus hoe het nu gaat. Ik ben gewoon heel erg verkouden en moe. En ik heb gewoon die typische dingen van het derde trimester. Maar waar ik bijvoorbeeld geen last van heb. Wat ik wel van anderen hoor. Is bijvoorbeeld brandend maagzuur. Ik heb ook geen last van voorweeën of oefenweeën. Ik heb geen last van misselijkheid. Of geen last van mijn bekken en mijn rug. Eigenlijk ook vrijwel niets. Dus wat dat betreft heb ik eigenlijk gewoon wel geluk, denk ik. En dan deel ik jullie volgende week een artikel weer een nieuwe update. En komende zondag komt de babykamer roomtour online. En die is natuurlijk heel erg veel aangevraagd. Dus kom zeker dan weer een kijkje nemen op mijn YouTube kanaal of op mijn blog kellycressen.nl. Nou, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Zie ik jullie volgende keer weer zondag. En doe een duimpje omhoog als je de video leuk vond. En dan zeg ik doei!